mijn dagelijks werk bestaat eigenlijk uit het bekijken, bijhouden van verschillende teelten. Waarbij dat ik eigenlijk in de breedste zin van het woord mee probeer te denken met de teler. Richting beregening, bemesting en een stukje gewasbescherming. De vaste uitrusting is een EC-meter. En wat is nou precies een EC-meter? Dat is eigenlijk een apparaat dat wij gebruiken met ons dagelijks werk om een inschatting te maken eigenlijk van de bemestingstoestand van een perceel. We weten niet precies welke de elementen dat het zijn, alleen we hebben een indicatie van de totale hoeveelheid. De metingen die we dus in het veld uitvoeren, proberen we op een aantal plekken te doen, zodat we eigenlijk een gemiddelde kunnen nemen en dat we daardoor een goed overzicht hebben van de situatie op het perceel. De glijbaarheid die we meten op een perceel, die wordt op de meter uitgedrukt in millisiemens of microsiemens. En deze waarde die willen we eigenlijk in een zaaigewas, net als uien, in een vroeg stadium tussen de 100 en de 300 hebben voor een ideale groei. Zitten we onder de 100, dan kunnen we stellen dat het gewas eigenlijk te weinig bemest is, of dat op dat moment in ieder geval de bemestingstoestand niet toereikend is. Komen we boven de 300 tot ongeveer 500 microsiemens, dan moeten we op gaan letten. En dat betekent dat het op het perceel waarschijnlijk wat droger aan het worden is, of dat de bemestingstoestand aan de hoge kant is. In dat moment is het goed om te beregenen, om dus in ieder geval de zoutconcentratie wat te verdunnen. Gaan we boven de 500 tot 600 microsiemens op het perceel, dan kunnen we echt schade verwachten in de zaaigewas. Ik probeer eigenlijk gedurende een seizoen verschillende keren op verschillende momenten in de teeltmetingen te doen. Op die manier hebben we eigenlijk een constante controle op de situatie op het perceel. En daarop kunnen we dus beslissen of we water gaan geven of juist bij gaan bemesten. Als alles er eigenlijk mooi bij staat en de teelt is eigenlijk, ziet eruit alsof hij geslaagd is, dan kunnen we met een goed gevoel naar huis. Daar word ik blij van.